Goedemorgen en welkom bij het financiële nieuws van maandag 29 september. De kogel is door de kerk. Na een weekend van koortsachtig overleg zijn politici en bankiers eruit. Het reddingsplan van de Amerikaanse financiële sector gaat in afgeslankte vorm door. En Fortis en het Britse Bradford & Bingley worden deels genationaliseerd. Het belangrijkste nieuws voor Nederland kwam vannacht uit Brussel. De regeringen van de Benelux-landen zijn het eens geworden met de top van Fortis over een gedeeltelijke nationalisatie. Voor 11,2 miljard euro kopen de overheden 49% van Fortis. ABN AMRO zal worden doorverkocht voor 10 miljard euro, waar Fortis vorig jaar nog 24 miljard euro betaalde. ING is in onderhandeling met Fortis over de acquisitie van een deel van ABN AMRO. Bronnen rondom de gesprekken hebben dit bevestigd tegenover persbureau Reuters. De onderhandelingen zouden binnen 2 weken worden afgerond. Naast Fortis werd de Britse bank Bradford & Bingley door de overheid genationaliseerd. Het Spaanse Santander kocht de consumentenbank en haar kantoren van BNB. In Nederland waren de ogen gericht op Fortis. De rest van de wereld keek naar Washington, waar politici en bankiers dit weekend eindelijk tot overeenstemming zijn gekomen over het reddingsplan voor de Amerikaanse financiële sector. Maandag stemt het congres en woensdag stemt de Senaat over het plan, waardoor noodlijdende banken en verzekeraars ogenblikkelijk kunnen beschikken over $350 miljard. De Fed beheert het kapitaal. Uitgaven boven deze grens moeten eerst worden goedgekeurd door de politiek. Verder in het nieuws. Akzo Nobel maakte vandaag bekend dat het de komende jaren 3500 banen gaat schrappen. Akzo wil hiermee kostenbesparingen realiseren en de marges verhogen. De integratie van ICI wordt versneld. Verder met Azië. Op Aziatische beurzen overheerst het cynisme. Beleggers zijn weliswaar opgetogen over het reddingsplan in Amerika, maar hebben twijfels bij de uitvoering en de haalbaarheid. Dat de crisis met de problemen bij Fortis en BNB nu ook Europa heeft bereikt, sint Aziaten niets. De Nikkei sloot 1,26% lager op 11.743 punten. Dit was het voor vandaag. Graag tot morgen. On Wall Street.